Zo net van de oever, van Stichting Lotje. Kun je mij vertellen waar Stichting Lotje precies voor staat? Ja, Stichting Lotje voorziet in noodvoorzieningen voor kinderen in Den Haag. Dus het is een lokale stichting. En wij zorgen voor spullen die kinderen nodig hebben waar ze zelf niet in kunnen voorzien. En hoe zijn jullie dan precies hier bij Sint voor Iedereen terechtgekomen? Sint voor Iedereen heeft eigenlijk dezelfde doelgroep als Stichting Lotje. Kinderen die onder de armoedegrens leven. En in Den Haag leven 120.000 kinderen, waarvan 1 op de 6 onder de armoedegrens opgroeit. En dat zijn dus 20.000 kinderen. Nou, dat vind ik wel een schokkend aantal. En voor die kinderen, ja, dat is onze doelgroep. Dus op die manier zijn we met Sint voor Iedereen in contact gekomen. En leveren wij dus ook weer gezinnen aan die wij vanuit het werkveld kennen voor 5 december voor Sint voor Iedereen. Jacco van Leeuwen, voorzitter van supportersvereniging Haagse Bluf van ADO Den Haag. Wat heb jij allemaal voor moois meegenomen vandaag voor de kinderen? Ik heb vooral buitenspeelgoed meegenomen. Het is van mijn eigen kinderen geweest, maar die speelden er eigenlijk al heel lang niet meer mee. Stoepkrijt, wat nog zelfs helemaal nieuw is. Emmertjes, een bowlingspel, een jeu de boule spel. Ja, ik ben opgegroeid op straat, lekker buiten spelen. Dus ik denk dat dat voor kinderen altijd goed is, beweging. En dan gaat het bij ADO de laatste tijd voortreffelijk als het gaat om het inzamelen van knuffels. Ging het met die cadeaus net zo makkelijk? Nou, dit was eigenlijk zo kijken van waar ligt het meeste stof op in de kamer. Nou, dan mag daar wel eens een keertje wat uit. En nee, met de kinderen, ik zeg van mag dat daar kindertjes die het minder breed hebben. En die zeggen dan gelijk, ja hoor, dat is prima. Dus dat heb ik allemaal meegenomen voor ze. En dat vonden de kinderen ook heel leuk om te doen. Prachtig. Zit er nog iets van voetbalmateriaal tussen? Misschien loopt er wel ergens een nieuwe getalenteerde spits die ADO voor 50 miljoen kan wegdoen straks? Nee, er zit geen bal tussen. Nee. Die mocht ik niet meenemen inderdaad. Die hebben ze zelf wel, maar nee, die heb ik er als enige niet tussen gestopt. Dit is echt gewoon voor op straat en dat soort dingen. Maar geen bal. Dus kom vooral naar de studio om nog meer te brengen, zou ik zeggen.